Een hele goede dag. Uh, dit is vandaag is het 31 januari en het is alweer de eerste nieuwsbrief van 2012. Uh, iedereen hartelijk welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over een aantal zaken. De SP500, de AIX. Uh, laten we maar beginnen met de AIX eventjes. De AIX uh, staat nog steeds op een koopsignaal op onze 20 uh, We staan wel een beetje heel hard omhoog gegaan de afgelopen tijd. Dus wat dat betreft denken we dat een kleine terugval mogelijk is. Uh, onder de 311, dat wordt pas een niveau waarop we uiteindelijk uh, heel negatief moeten worden en dat we wat langere termijn naar beneden gaan. Dus tot nu toe is een beetje kool schrijven, af en toe een, een poetspretje kopen, zou nu kunnen. Um, en, maar niet te negatief zijn, nog eventjes, dat is nog niet nodig. Wel als we onder de 311 gaan. Eigenlijk min of meer hetzelfde verhaal geldt voor de SP. Als we de S&P 500 bekijken, zien we ook dat die heel hard omhoog gaan. Dat is eigenlijk veel harder nog zelfs dan de AIX. Wat dat betreft denk ik dat de S&P wat meer kansen naar beneden heeft dan de AIX. Uh, maar ook daar nog niet te negatief worden. Uh, pas als we echt uh, ja, langer tijd naar beneden gaan, dan pas moeten we draaien. Omdat we toch nog wat positief zijn, zal ik ook nog met een, een, een tip komen, wat, iets wat we willen kopen. Een fonds dat natuurlijk heel hard afgestraft is, uh, en weliswaar terecht, is SBM uh, Offshore. Uh, SBM Offshore zit natuurlijk in de Audi-industrie en ik denk dat het uh, een heel interessant aandeel is om dat nu op te pakken. Uh, wat dat betreft uh, is het samen heel mooi onderin de trend. Uh, zoals je op de grafiek kan zien is het een heel mooi moment om erin te stappen. Kortom, SBM Offshore is een koop en de rest eventjes voorzichtig. Uh, en als het, heel hard om, als het iets te ver naar beneden gaat, meteen bescherming zoeken. Dat was hem weer, tot de volgende keer.